Ik ben Mark van Praag. Ik ben oorspronkelijk schilder en graficus. Ik ben opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie, waar ik schilderen en grafiek heb gedaan. Maar een jaar of 15 geleden ben ik ook meer met hout gaan werken. Ik verzamel dit hout in, wat je hier ziet, verzamel ik in Griekenland, met name op Kreta, waar ik ook veel wandel en eindeloos langs stranden loop om het hout te verzamelen. Neem ik in grote koffers mee en dan hier in Amsterdam in mijn atelier bouw ik daar deze, ja, ik noem het absurde bouwsels. Vanuit de inspiratie van dat hout kom ik op ideeën of wandobjecten die je hier ook ziet. Ja, die zijn soms ook vreemd. Ik hou van de ritmes van het hout, van het doorleefde hout wat in de branding heeft gelegen, geslepen is. En zo ontstaan er eigenlijk geïnspireerd op het door het hout ontstaan er gekke bouwsels. Dan dacht ik op een gegeven moment, ja, ik maak met heel plezier gekke bouwsels, waar ik enorm veel plezier aan beleef. Dan noem ik mezelf wel eens beeldend knutselaar en niet beeldend kunstenaar, omdat ik gewoon heerlijk vind zo dat knutselen. Maar daarnaast wilde ik eigenlijk wel daar iets mee doen. En kwam ik op het idee om eigenlijk monumenten te maken voor verdronken vluchtelingen. Ik ben betrokken geweest bij vluchtelingenthema, doordat ik ook in een vluchtelingenkamp als vrijwilliger op Lesbos heb gewerkt met kinderen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil graag monumenten maken voor verdronken vluchtelingen. En omdat ik toch al met dat strandhout bezig was, wat eindeloos in de branding in de zee heeft gelegen en aan het strand is gespoeld, vond ik dat wel toepasselijk om dat ook te gebruiken voor zo'n monument voor verdronken vluchtelingen. Op een gegeven moment kwam ik op het idee om dus een monument voor verdronken vluchtelingen te maken. En daarom wilde ik ook hun namen daarin verwerken. Dus ik heb op een gegeven moment in dit bouwsel ook hun namen gehangen met teksten die onleesbaar zijn, tekens die ik zelf verzonnen heb, die soms wel een associatie met een Arabische tekst of andere tekst hebben. En die hangen eigenlijk tussen hemel en aarde, zou je kunnen zeggen. Maar als je naar beneden kijkt, dat die spiegel verbeeldt het water, dan zie je ze ook eigenlijk in het water. Dat, ja, je zou kunnen zeggen waar de vluchtelingen, de verdronken vluchtelingen nu liggen. Het heet ook Sea of the Unknown. Memorial for Drowned Refugees. Het is verschrikkelijk wat je in zo'n kamp ziet, hoe die mensen jaren wachten op procedures. Ja, dus schaam je gewoon hoe wij dat als Europa doen eigenlijk. Of laten gebeuren. We zijn natuurlijk ook vrij machteloos. Hoe pak je dit aan? Maar goed, dus dat wachten probeer ik ook uit te beelden in sommige van die houtobjecten. Dit object noem ik 1001 namen. Is eigenlijk ook een monument. En daar heb ik heb ze niet geteld, maar heel veel namen, zelf verzonnen namen ingeschreven. Omdat we niet weten welke namen we een monument voor willen maken. En dus je kunt ze wel lezen, want ik werk ook met onleesbare tekens. Maar hier staan dus in een soort toren. En het rolletje, dat loopt, die namen lopen eigenlijk eindeloos door. Ik heb mijn bril nu niet op, maar als je ze zou lezen, zijn het allemaal vreemde klanken. Ik maak met, ik noem het free calligraphy of vrije calligrafie. Want het zijn verzonnen tekens, maar het moet wel lijken op tekens uit verschillende culturen of verschillende achtergronden. En zo maak ik brieven. Dit zou ook een brief kunnen zijn. Het zijn soms protestbrieven of manifesten. Hier zijn weer hele andere tekens. Of gedichten of affiches die misschien wel iets uitdrukken wat je zelf kunt invullen. Hier heb ik zelf de associatie met een gedicht. En wat je zelf zou kunnen invullen. Of soms denk ik ook aan een gebed. Of een protest. Maar dat vind ik juist ook fijn dat ik dat overlaat aan hoe iemand het zelf ziet. Ik heb wel eens vragen gekregen, wil je een liefdesbrief schrijven wat ik kan geven aan mijn geliefde? En dan bedenk ik hele
ja, lieflijke of sierlijke tekens. Ik heb ook wel eens juist een protestbrief waar ik een hele agressieve, scherpe, ja, die heb ik nu hier niet, maar waar je aan de tekens eigenlijk al kan zien wat het zou kunnen betekenen.